Vandaag, dinsdag 2 oktober 2018, was koning Willem-Alexander op werkbezoek bij de oefening Lowlands Grenade in de Marnewaard in Groningen. De koning werd ontvangen door de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Van den Brink, en door de oefenleiding. From the right to the left into the block. De Lowlands Grenade is een internationale oefening die door de Koninklijke Marechaussee is georganiseerd. Honderden deelnemers uit diverse landen worden getraind in allerlei vaardigheden die essentieel zijn tijdens internationale missies. De koning bezocht onder meer het oefendorp, waar volop getraind werd in diverse oefenscenario's. Lowlands Grenade maakt onderdeel uit van het European Union Police Services Training 2-programma, waarin 17 gendarmerie en politiekorpsen uit 13 landen samenwerken.